X-adressen. Stap 1. Snijd eerst het top eraf. Vervolgens snijdt u dit in kleine stukken. Vervolgens gaan we deze in de dingen doen, aangevuld met water. Van, respectievelijk 1,2 liter. Vervolgens klikken we op de knop zodat het sperma aansteekt. Vervolgens gaan we naar 10. Vervolgens gaan we het stapje verder bereiken met de volgende zaken. Dat is deze beker, deze prachtige witte beker, aangevuld met deze trechter. En natuurlijk niet te vergeten, een prachtige handdoek die u daarover bent. Dus bijvoorbeeld. Voilà, een gietervloon. Vervolgens het dus koemen. Koen, lekkere sapje. Gieten we vervolgens daarin. Mijn pot werd een ding. Zwat. Goed, we gieten het erin. In deze pot natuurlijk. Vervolgens gaan we dit. Eenmaal het sap natuurlijk gefilterd is in deze prachtige beker, gaan we deze vervolgens de handdoek uitknijpen. Om ten einde het alle gedegen sappen te recupereren. En dan giet men het gekomen zout in deze prachtige, maar dan ook prachtige bekers en bekomt men dit goddelijke zout. Vervolgens moet natuurlijk de pot thuis gebeuren. Ook een deel van het programma natuurlijk, het verbeert. Vervolgens, ik ga er niet meer uithalen omwille van. Maar moeten we deze kans afkruisen. De handdoek doen we terug naar de afwas. Maar de eerste veiligheid in de container natuurlijk. Waar onze goede vriendassist altijd ten hulp staat. Vervolgens wassen we deze nog even uit en leggen we deze prachtige overwitte bak. Wat dat voor de cleaning department. Bij deze was het de bedrijf Rijksaanwijs. Bedankt voor u.